Russische militairen zijn Kiev binnengetrokken, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij roept inwoners op om voorzichtig te zijn en zich aan de avondklok te houden, meldt de Kiev Independent. Zelensky zegt dat hij informatie heeft dat hij het belangrijkste doelwit is van de Russen, daarna zijn familie. Hij blijft in de hoofdstad om zijn werk te doen. Poetin is altijd bezig om in zijn eigen voet te schieten. Wat Poetin ook doet, het is altijd vrij stomzinnig. Het huidige Rusland is een afschuwelijk land dat gerund wordt door moordenaars en dieven. Wat doen we als Poetin mogelijkerwijs de gasleidingen afsluit? Zullen we dan meer gas uit Groningen gaan pompen? Daar zit nog van alles in. Ik ben erg voor de Merkeliaanse aanpak ten opzichte van Rusland. Ga met ze praten en blijf met ze praten. Maar ik moet zeggen dat dat onder de huidige omstandigheden niet een verstandig advies zou zijn. Wat ging er mis gisteren? Niks. Ging niks mis. Ik had een hele heldere en overtuigende analyse. Omdat ik mij bedacht had dat de nadelen van eventuele grote militaire acties aanzienlijk groter waren, zeker op de middellange termijn, dan niets doen. En welke nadelen? Niets doen, moet je erbij zeggen. Dat betekent toch al dat Poetin een zekere greep had op de Oekraïne. Dus ik dacht, waarom zou je dan nog het risico nemen van een omvangrijke militaire operatie? Wat zijn de nadelen op de middellange termijn? Die zijn aanzienlijk. Namelijk, neem de NATO, die was hersendood, hebben we enkele jaren gehoord. Die is geheel weer tot leven gewekt. Niet waar, daar is een plotseling een nieuwe solidariteit ontstaan. En als je dan van plan bent om de Oekraïne mee te nemen als een onderdeel van de Russische Republiek, dan is natuurlijk niet dit de manier om dat aan te pakken. Omdat de Oekraïners, niet waar, extra, die hadden toch al een behoorlijke hekel aan Rusland, maar die zullen nu een nog veel grotere hekel aan Rusland krijgen. En ik denk dat Rusland natuurlijk ook geïsoleerd raakt in de internationale politiek. En als Rusland nu de enorme spankracht had, bijvoorbeeld van de Chinese economie, dan kun je dan zeggen, nou ja, die kunnen op eigen kracht ook een heel eind komen. Maar dat is in Rusland helemaal niet het geval. Bovendien zou je uiteindelijk nog kunnen zeggen dat door deze operatie wij geleerd hebben dat het niet verstandig is om te hopen op afhankelijk te zijn van Russische gasleveranties. Dus je mag aannemen dat tussen nu en over 5 of 10 jaar wij die afhankelijkheid zo snel mogelijk zullen afbouwen. Maar dus dat zijn dus de argumenten die je ook gisteren aandroeg, hè, van waarom je niet verwachtte dat het tot een invasie zou komen. Dat niet. Ik was trouwens helemaal niet de enige die dat niet verwachtte. De meeste mensen verwachten dat niet. Ik had ook een aardig stuk gelezen in de New York Times, dat allerlei mensen in Moskou die wel een beetje idee hebben van wat er in de elite omgaat, ook het gevoel hadden, het is meer intimidatie dan dat het tot werkelijke militaire actie zal komen. Ja. En de vragen komen nu al binnen, dank daarvoor, ook via de Radio 1-app. Jasper zegt dus, ja, waarom dacht Maarten gisteravond in Op1 nog dat er van een invasie geen sprake zou zijn? Ja, om de redenen die ik nu net heb gegeven. Ja. Dat de nadelen, die zijn, kijk, nu lijkt het heel spectaculair en zal hij aanvankelijk wel militaire successen boeken. Dat is altijd onder dergelijke omstandigheden zo. Maar op de middellange termijn, denk ik, is het heel lastig om de Oekraïne bezet te houden. Daarvoor zijn die 160.000 of 170.000 man die er nu zijn zonder enige twijfel onvoldoende. Ik wijs erop dat de laatste eerste minister van de Oekraïne, die pro-Russisch was, dat die met de staart tussen de benen gevlucht is na de zogenaamde Maidan-revolutie. Dus dat ook hier geen enkele garantie kan worden gegeven dat de Oekraïners tenslotte akkoord zullen gaan. Ja. Maar nog even over die uitspraak, want was dat dan een verkeerde inschatting? Wat was het? Nou, het was vrij simpel dat Poetin er anders over denkt dan ik. Ja. En ik heb geen hoge pet op van het strategische denken van Poetin. En dus, nogmaals, ik was niet alleen in die overtuiging. Ja, je begrijpt dat nu iedereen er vast van overtuigd is dat hij zelf ook al dacht dat. Maar daar ben ik niet zo van onder de indruk. William die stuurt een berichtje via de Radio 1-app. Toen meneer Van Rossum gisteren bij Op1 nog wat wilde zeggen, werd hij op brute wijze afgekapt omdat carnaval belangrijker was. Wat wilde hij zeggen toen? Toen mevrouw Ten Napel hem dat verhinderde. Wat ik u net vertelde, dat in de New York Times een heel stuk stond over hoe, zeg maar, mensen in Moskou erover dachten die enig idee hebben van wat er in de strategische elite omgaat.
Daar was de algemene stemming, het zal niet zo ver komen. Het zal beperkt blijven tot intimidatiepolitiek en pesterij en hekken en dat soort van dingen. En ik was enorm overtuigd toch wel door het feit dat, dat overal stond dat de meeste Oekraïners er ook niet in geloofden. Er was bijvoorbeeld, men kocht niet ontzettend veel in supermarkten. Men had de algemene overtuiging, het zal zo'n vaart niet lopen. Dus de brede stemming in de Oekraïne en ook in Moskou was, het zal zo'n vaart niet lopen. Dat leek mij eigenlijk heel redelijk, want dat gaat weer uit van in feite de rationaliteit van de overwegingen van Poetin. Ja, dus en wat eventjes er dus in fout één is zin gegaan, dat is heel simpel, ja, dat ik onvoldoende inzicht had in de irrationaliteit van Poetin. Dus feit, hij was gekker nog dan je dacht? Nou, kennelijk wordt hij door hele sterke emoties en sentimenten gedreven. En daarbij komt natuurlijk dat Poetin de leider is van een onbeschrijfelijk klotenland, wat, zoals ik al net voorlas, gerund wordt door dieven en moordenaars. En daarbij is natuurlijk het gebruik van geweld een heel andere propositie dan in eventueel fatsoenlijke democratische landen. Het is een rotland. Ja. Wordt ook door een groot deel van de hoogopgeleide elite wordt het verlaten. Je hoort mensen het, Maarten van Rossum is mijn gast. Mensen zoeken hun heil in het Westen. Ik wil eventjes wat reacties laten horen die jij kreeg op social media. Je bent nu ook nog steeds trending. Maarten van Rossum zat er finaal naast. Exit voor deze gek Maarten van Rossum. Dit kan ik niet horen inderdaad. De inflatie van expertise. Het probleem is dat talkshows liever een populaire Amerika-expert uitnodigen dan een onbekende Rusland-kenner. Enorm zin in de analyse van Maarten van Rossum vanavond in een van de bekende talkshows. Ik mag toch aannemen dat Maarten van Rossum inmiddels uit de Rolodex is geflikkerd. Wijsneus Maarten van Rossum. Net na 11 september had Maarten van Rossum wel rake analyses. Alleen werd dat toen niet op prijs gesteld. En nu krijgt hij wel uitvoerig het podium om precies niets zinnigs bij te dragen. Ik hoop Vlooienbaal Maarten van Rossum niet meer te zien op tv. De Blater. Van Rossum houdt bij spelletjes. Je ego is te groot voor politieke commentaren en voorspellingen. Hashtag Maarten van Rossum. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Nou ja, ik zei het al aan het begin van je maakt een verkeerde voorspelling. Het is grotendeels schelden, niet veel meer dan dat. En je bent af. Voel je dat ook zo, dat je af bent nu? Nee, dat voel ik niet. Nee, ik ben in het verleden regelmatig vrij langdurig af geweest. En dat herstelt zich in het algemeen weer nogmaals. Dit is toch grotendeels schelden. En dat is vrij kenmerkend voor de algehele stomzinnigheid van met name Twitter natuurlijk. Maar wat doet het? Dan is er altijd natuurlijk, kijk, veel mensen zien mij als links. Niet dat ik erg links ben, ik sta iets links van het centrum. En dan is het natuurlijk ook fijn als je zelf rechts bent, en heel veel twitteraars zijn rechts, om zo iemand als ik af te branden. Maar wat doet het met je? Dat je zit daar gisteravond bij op één. En vervolgens, werd je wakker? Of had je het al door, zeg maar, toen je 's nachts keek? Heb je het 's nachts gezien? Nee. Dus je werd wakker en je ziet het nieuws? Ik ben pas om 11:30 s'ochtends achter mijn computer gaan zitten. Ja, dus je bent achter je computer gaan zitten en toen zag je van, het is gebeurd. Ik dacht, potverdrie, die Poetin dacht er toch anders over dan ik. Dat dacht ik. Ja, wat moet ik die kritiek van die mensen op Twitter, dat zijn het algemeen nou niet de snuggerste onderdelen van de Nederlandse bevolking. Maar baalde je ervan? Baalde je ervan dat je een verkeerde voorspelling had gedaan? Nou, niet eens zozeer, omdat ik dacht, mijn voorspelling is in principe gebaseerd op rationele overwegingen en op een redelijke analyse van de gegevens die wij kennen. En een meerderheid had op dat moment, toen ik die analyse uitsprak, dezelfde opvatting als ik. Alleen is het natuurlijk, wat is er nou makkelijker om de volgende dag, als het anders gelopen is, op Twitter de suggestie te wekken dat jij natuurlijk alles veel scherper had gezien. En ja, langer had zien aankomen. Dat is natuurlijk een soort van bedweterij achteraf. Maar je zegt dus, ik ben niet af, maar ben je vandaag gebeld door programma's? Nee, door jou ben ik gebeld. Maar dan ben je toch wel een soort van af? Ja, bij die programma's. Maar je weet, ook daar is het zo dat die redacties zijn modegevoelig. En dat zijn ook allemaal lezers van de sociale media. En in het verleden is gebleken dat je vrij lang af kunt zijn. Ik ben zeker 3 maal
wel een half jaar af geweest. En het interessante is, het was meestal een half jaar en dan keert de wind weer, of ze zijn het vergeten. Je weet, de media hebben in het algemeen een geheugen van ongeveer een week. Dus dan, dan kom je uiteindelijk weer terug. Al ben ik natuurlijk zo oud dat dat langzamerhand ook wel twijfelachtig wordt. Je kunt je vragen aan Maarten van Rossum stellen over de oorlog in de Oekraïne. En doe dat via de gratis Radio 1-app. Eerder vandaag hebben verschillende mensen dat ook al gedaan via Twitter. Dank voor al die vragen. Nou, dus nog steeds heel veel mensen die nog steeds vragen willen stellen aan je. Laat ze dat maar doen. Ja, laten we beginnen met een vraag van Cornel. Die zegt, beste Maarten, hebben wij, het Westen, ons niet te veel laten meeslepen in een wedstrijdje verpissen? Nee, dat geloof ik niet. In principe zijn er serieuze pogingen gedaan om met Poetin in gesprek te raken. Mm-hmm. Als Poetin daar serieus op in had willen gaan, dan had hij dat zeker gedaan. Telkens bleek hij eigenlijk hetzelfde spel te spelen. Dus hij had dan, weet ik veel, 2 uur getelefoneerd met Macron. En Macron zei dan van, nou, de deur staat nog steeds open naar onderhandelingen. En dan was de truc van Poetin was dat hij dat dan nu bevestigde de volgende dag. Waarmee die natuurlijk Macron op een enigszins lullige wijze in de kou liet staan. En in zekere zin ook duidelijk maakte dat hij misschien niet zo'n zin had om nog te praten. Een vraag van Dickie. Klopt het inderdaad dat Poetin uiteindelijk in zijn eigen voet geschoten heeft? Ja, dat zei je eigenlijk al in het begin, dat hij dat continu doet. Dat gaat natuurlijk nog blijken. In veel bredere zin heeft Poetin in zijn eigen voet geschoten. Omdat de ontwikkeling van de Russische Republiek in de afgelopen 20 jaar moet worden gekenmerkt als een hele ongelukkige ontwikkeling. Zelfs de afgelopen 10 jaar is de Russische economie nog vrij ingrijpend verder afgetakeld. De Russische economie is ongeveer te vergelijken met de Spaanse economie. Nou ja, dat is niet een economie waarvoor regelmatig de vlag wordt uitgestoken. Nee. Dus ja, in zekere zin zou je zelfs kunnen beargumenteren het feit dat de Russische Republiek in grote trekken, zowel politiek als economisch, een immense en pijnlijke mislukking is gebleken in de afgelopen 2 decennia, dat we daar deze crisis in feite ook aan te danken hebben. Want wat natuurlijk een element is, misschien ook een vrij sterk element, is dat Poetin bang is voor de democratie. Omdat natuurlijk, stel je voor dat de Oekraïne een redelijk land zou worden op de middellange termijn, waarbij het inkomen per hoofd aanzienlijk groter zou zijn dan in Rusland. Dan moet je natuurlijk toch ook concluderen, als je in Rusland woont, kennelijk werkt een dergelijk systeem beter dan die dieven- en moordenaarsclub die wij erop nahouden. Mm. Daarom zeg ik eigenlijk, ik zie Poetins actie, waar we nu dan zo diep van onder de indruk zijn, eigenlijk als een gebaar van angst en machteloosheid. En in hoeverre spelen de komende presidentsverkiezingen een rol? Geen. Want dat is 2024? Ja, God, Biden heeft tot de peden op dit, hier in dit spel geen fouten gemaakt. Maar dat viel ook niet te verwachten, eerlijk gezegd. Hij moest gewoon steeds zeggen dat hij er tegen was of dat hij het niet vertrouwde. En dat hij in principe streng op zou treden in het geval Poetin iets zou doen wat niet werd getolereerd in het Westen. Een vraag van José. Eerlijk gezegd verwachtte ik wel een inval in Oekraïne van Poetin. Alleen de snelheid verrast me. Ik verwacht dat Poetin van plan is ook andere gebieden of landen te gaan binnenvallen. Hopelijk niet met dezelfde snelheid. Is de EU daar politiek en militair voldoende op voorbereid? Nou, ik geloof er geen donder van dat Poetin van plan is ook andere landen binnen te vallen. Ik zou niet weten welke andere landen dat zouden moeten zijn. Ja, want er wordt nu ook gesproken over een derde wereldoorlog. Landen waar die nog binnen zou kunnen vallen zijn lid van de NATO. Dat risico zal die zonder enige twijfel niet nemen. Dat leidt daadwerkelijk tot een echte oorlog en die kan die alleen maar verliezen. Ja, wat zou die dan binnen moeten vallen? Finland, een land wat geen lid is van de NATO. Of Zweden, dat lijkt me eigenlijk vrij irreële praat. Deze mevrouw heeft, zou ik ook wel eens willen. Hè, die zegt van, zij zag het allemaal aankomen. Heeft zij dat ook notarieel vast laten leggen? Ik denk het dus niet. Zij ziet het nu allemaal aankomen. Niets is zo makkelijk, niet waar, als de toekomst te voorspellen als die verleden tijd is geworden. Dat is zeker zo. Vanochtend twitterde Wilders, het Westen heeft enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten. Heeft hij een punt? Achteraf gezien wel. Ja. Zeker. Dat is dan verval je in, nee, verval is misschien niet het woord, dan kom je terecht in een hele complexe discussie.
die ook in de jaren 90 is gevoerd. Namelijk de vraag, is het zo dat wij door al die landen die ooit behoorden tot het Sovjet-imperium lid te maken van de NATO, hebben wij daardoor eigenlijk druk gezet op de Russen? Hebben wij eigenlijk iets gedaan waarvan we gesuggereerd hadden dat we het niet zouden moeten doen? En is dat een fout geweest die in feite ook bij de Russen tot een defensieve en onaangename positie heeft geleid? Er zijn veel mensen die dat zeggen. Ja, want de Russen hebben in de jaren 90 duidelijk om hulp gevraagd. Ook naar mijn idee zit daar wel wat in. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat natuurlijk in de jaren 90 niet duidelijk was hoe de Russische Republiek zich zou ontwikkelen. Er leken wel mogelijkheden te bestaan voor een democratische orde. Maar dat natuurlijk vooral na het jaar 2000. Hè, vooral ook sinds Poetin. Poetin in het begin dacht je ook nog wel, het valt wel mee. Maar na enige jaren, niet waar, toen het minder ging in Rusland, heeft hij alles gezet op de nationalistische kaart. En vanaf dat moment moet je, kijk je naar de situatie van nu, en die is heel anders dan die van de jaren 90. Dan moet je zeggen dat als je in Estland woont, dat je blij bent dat Estland lid van de NATO is geworden. En vanuit dat perspectief hadden wij de Oekraïne misschien lid van de NATO moeten worden. Maar dat is een heel ander perspectief dan bestond in de jaren 90. En bovendien moet je natuurlijk wel concluderen dat de Oekraïne een heel andere propositie is dan de Baltische Republieken. Of landen als Polen en Tsjechoslowakije en Bulgarije enzovoort. Ja, de vraag van Adil, moeten Zweden en Finland zich ook zorgen gaan maken, aangezien ze geen NAVO-lid zijn? Nee, ze hoeven zich geen zorgen te maken. Daar ben ik van overtuigd. Ook een eventuele aanval op Finland zou een casus belli zijn. Dat gaat Poetin zeker niet doen. Een vraag van R. van Aubel. Wat zou Maarten strategisch doen als hij opperbevelhebber zou zijn van Oekraïne? Nou, dan zou ik vrij wanhopig zijn, eerlijk gezegd, over de perspectief op korte termijn. Ja. Omdat ik niet zozeer zie dat in deze eerste confrontaties, die moet de Oekraïne wel verliezen. De Oekraïne, dat wordt eigenlijk pas interessant tegen de tijd dat deze militaire acties afgelopen zijn. En dat die bevolking in feite zich herpakt. Of dat er dus in feite een paar zetbazen uit Moskou in Kiev neergezet worden. En dat we dan iets krijgen wat te vergelijken is met de Maidan-opstand. Nou, dan kan het heel goed zijn dat Poetin een mitrailleur erop zet. Nou ja, dan. Want wat voor opstand was dat? Nou, dat is toen Lukashenko, hoe heet die man die daar zat? Nou, was een pro-Russische zetbaas. Mm. En toen in die Maidan-opstand, dat is dat de burgerij op dat plein verscheen in Kiev. Dat plein heette Maidan. En ja, duidelijk maakte dat ze schoon genoeg hadden van, laten we zeggen, een pro-Russisch bewind. En dat is dus tenslotte ook verdwenen en vervangen door een anti-Russisch bewind. En wat die kansen van Oekraïne betreft, daar heeft Videoref ook nog een vraag over. Waarom vechten de Oekraïners überhaupt? Laat lekker gaan die Russen, geen onnodige slachtoffers, want ze verliezen toch. Maar Zelensky roept op, dus de president van Oekraïne, tot strijd tot het bittere einde. Waarom doet hij dat? Nou, omdat je dat natuurlijk, kijk, als je zegt van, nou, weet je wat, we kunnen verliezen toch. Dus weet je wat, we kunnen maar beter meteen de handdoek in de ring gooien. Dat is moreel niet een sterk punt. Dat maakt toch dat je moreel niet sterk staat. En dat je ook later, niet waar, als misschien het verzet zich geleidelijk aan ontwikkelt, niet naar je verzet kunt verwijzen wat je in het begin hebt getoond. Dus dat begrijp ik wel. Dat je dus nu zegt van nee, dat moet gevochten worden. Is dat rationeel misschien ook niet zo? Je luistert naar Misha, een speciale uitzending naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. En jij kunt je vragen over deze oorlog stellen aan Maarten van Rossum, die is hier in de studio. En doe dat via de gratis Radio 1-app. Dat doen jullie echt met veel mensen al. Dank daarvoor. Een vraag van Sophia komt nu binnen. Denk je dat Poetin bezig is zijn verstand te verliezen? Dat zou ik anders beantwoorden. Mm. Of liever gezegd, ik zou de vraag anders gesteld hebben. Ik denk dat hij zijn verstand helemaal niet verloren heeft. Ik denk wel dat zijn verstand in hoge mate beperkt is geraakt door de positie waar hij in die al bijna ruim 20 jaar verkeert. Waardoor hij geleidelijk aan, denk ik, een ernstig vertekend beeld heeft ontwikkeld van wat de werkelijkheid is. Er werd ook door tal van mensen die iets weten van hoe het in het Kremlin toegaat gezegd
dat hij erg geïsoleerd was geraakt. En misschien ook wel verder verbitterd dan hij was. En laten we niet vergeten waar hij van afkomstig is, van de FSB. In feite de Russische Gestapo. Daar heeft hij is hij gestart met zijn carrière. En dat tekent, denk ik, zijn mentaliteit. En dat is geen prettige mentaliteit. Pieter die vraagt zich af waarom wordt Poetin niet meer op zijn ego aangevallen, maar steeds op zijn macht. Hem vragen of hij een sukkel of een leugenaar is, omdat hij of zijn militairen niet in de hand heeft of altijd liegt. Bijvoorbeeld ook de vergiftiging van spionnen, de Krim en nu weer dit. Hem in zijn ego pakken doet veel meer pijn dan hem te proberen te intimideren via machtstermen. Ja, dat weet ik niet. Ik zie het grote verschil tussen het ene en het andere eigenlijk niet zo. Hoe zou je hem op zijn ego moeten pakken? Hij is natuurlijk een volledig beschermde figuur geworden die ook wat betreft de informatievoorziening, denk ik, zeer beperkt geïnformeerd wordt over wat er in de wereld toegaat en wat men van hem denkt. Bovendien zijn er ook in het Westen tal van mensen die enorme Poetin-bewonderaars zijn. Denk aan onze vriend Donald Trump. In Nederland ook natuurlijk. Baudet. Er zijn allerlei mensen die het geweldig vinden. Geert Wilders heeft natuurlijk ook eerder gezegd, het is een sterke man, dat bondgenoot. Werkt bij heel veel mensen. Werkt dat op de verbeelding? Ja. Janine die vraagt nog, is dit het begin van een mogelijke derde wereldoorlog? Heb je al duidelijk gezegd dat je dat niet zo ziet? Niet. En wat verwacht je nou van China? Nou, kijk, China heeft in feite de zaak niet geprezen, maar ook niet scherp bekritiseerd, maar iets gezegd over dat er beter onderhandeld moest worden dan tot nu toe het geval is geweest. Is China daar gelukkig mee? Nee, ik denk het eerlijk gezegd helemaal niet. Omdat China natuurlijk ook niet gelukkig is met de activering van het Westers bondgenootschap en ook de samenwerking van de Europese Unie met de NATO. Dus nee, ik denk dat de Chinezen het niet geweldig vinden. Bovendien verkeerde Chinezen in een heel andere positie, omdat ze ook economisch natuurlijk een enorm gewicht vertegenwoordigen. Je zei helemaal aan het begin, je las je uitspraken voor die je eerder hebt gedaan, ook over Poetin en over Rusland. En je zei, ik ben erg voor de Merkeliaanse aanpak ten opzichte van Rusland. Ga met ze praten, blijf met ze praten. In hoeverre heeft het vertrek, zeg maar, de machtswisseling in Duitsland te maken met het moment van aanval nu? Ik moet zeggen dat ik vrij regelmatig gedacht heb dat Poetin deze zaak bewaard heeft tot Merkel vertrokken was, die wel een soort contact met hem had. Goed, vloeiend Russisch sprak natuurlijk omdat ze in de DDR is opgegroeid. Mm-hmm. Maar dat weet ik helemaal niet zeker. Dat is ook maar een suggestie mijnerzijds. En ja, Poetin heeft nu gedemonstreerd dat het betrekkelijk zinloos is om met hem te spreken over zijn obsessies. Want ik denk wel dat je hier te maken hebt met iemand die obsessief denkt over de macht en het verlies van de macht door de voormalige Sovjet-Unie. Wat hij overigens ook al ruim 20 jaar geleden voor het eerst gezegd heeft, dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie eigenlijk de grootste strategische ramp van de tweede helft van de 20e eeuw was. Ja, en Duitsland. Ik het beschouw als een van de grote zegen van de tweede helft van de 20e eeuw. Want Duitsland is wel het belangrijkste land in Europa voor omdat Poetin. Omdat het hele intensieve economische contacten heeft met de Russische Republiek. Ja. Heel Europa heeft trouwens vrij intensieve contacten met de Russische Republiek. En ik ben heel benieuwd hoe, laten we zeggen, de diverse sancties, hoe dat, wat voor gevolgen die in praktische zin zullen hebben. Ja, want die sancties, daar is vanavond, dus eerder vanavond over besloten. Hoe sta je eigenlijk daartegenover? Van welke sancties zouden werken? Nou ja, je moet iets doen en dan moet je goed onderzoeken. Ik kan met name de financiële sancties kan ik niet op hun effect beoordelen. Daar bestaat ook oneenigheid over of ze bijvoorbeeld buitengesloten moeten worden bij het internationale betalingsverkeer, ja of nee. Ik geloof dat dat nu van de baan is. Maar er is ook een forse export van graan bijvoorbeeld uit de Oekraïne naar West-Europa, bijvoorbeeld ook naar Nederland, wat veel veevoeder nodig heeft. Ik heb geen idee hoe dat zal gaan in de komende tijd. Kan dat makkelijk vervangen worden als je besluit om die rommel niet uit Rusland te laten komen? Weet ik ook niet. Ik neem aan dat de deskundigen achter de bureaus daarover flink zitten te redekavelen.
Ja, want de tegenstanders van die sancties die zeggen, ja, het levert hogere energierekeningen op, het levert extra vluchtelingen op. Het levert ook voor ons. Het raakt het Nederlandse bedrijfsleven. Ja, het zal ons ook raken. Ik zou zeggen, de vluchtelingen er zijn in het algemeen in West-Europa, zouden die van harte welkom moeten zijn. Wat we weten van vluchtelingen uit die gebieden is dat het in het algemeen hooggeschoolde personen zijn. Dus ja, wat is er eigenlijk tegen? Ja, we zitten natuurlijk in Europa, in West-Europa zitten we met een ingrijpend vluchtelingencomplex, om het zo maar te noemen. Elke vluchteling zien wij als een bedreiging. Terwijl natuurlijk heel veel vluchtelingen niet waar een groot voordeel zijn voor onze samenleving. Omdat we een nijpend gebrek hebben aan arbeidskrachten. Ik geloof dat Duitsland 1 miljoen mensen per jaar nodig heeft om de arbeidsmarkt draaiende te houden. Jan die heeft ook een vraag over de sancties. Denk je dat SWIFT-uitsluiting, het banksysteem, een goede keuze is? Ik zie persoonlijk meer nadelen dan voordelen. Nou ja, daar was veel discussie over, die vraag. Moeten we dat wel of moeten we dat niet doen? Omdat natuurlijk ook men wel bang is dat de Chinezen en de Russen samen een eigen soort van internationaal betalingssysteem uit de grond zouden trekken. Wat waarschijnlijk ook wel zou zijn gebeurd. En ik begrijp dat het nu van de baan is om Rusland uit te sluiten van dat systeem. En even kijken, ik had nog één vraag over die sancties. Arthur die zegt, ja, de oudste dochter van Poetin is met een Nederlandse zakenman getrouwd. Wist ik niet, Jorrit Vaase heet hij. In hoeverre is Poetin door zijn familie en of schoonfamilie te beïnvloeden? Niet, denk ik. Wat voor? Die dochter die zal die wel afgeschermd hebben. Ik weet ook niet of ze nog in Nederland woont. Ja. Het was in dat tijd een onthulling dat ze hier bleek te verblijven. Maar ik denk niet dat het enige zin heeft. Bovendien zou ik een falikant tegenstander zijn van het misbruiken van zijn dochter om pressie uit te oefenen. Die dochter kan niet helpen dat ze zo'n klote vader heeft. Hè? Of het nou Maxima is of de dochter van Poetin. Je kunt de dochter niet verwijten het wangedrag van de vader. Zometeen meer vragen. Het is 2:30. Tijd voor een extra NOS Nieuws met Sid van der Linden. NPO Radio 1. De Russen rukken verder op in Oekraïne. President Zelensky zegt dat Russische militairen inmiddels Kiev zijn binnengetrokken. Hij roept inwoners in de hoofdstad op om voorzichtig te zijn en zich aan de avondklok te houden, meldt de krant Kiev Independent. Zelensky zegt dat hij informatie heeft dat hij het belangrijkste doelwit is van de Russen en daarna zijn familie. Eerder zei de president in een videoboodschap dat er inmiddels 137 Oekraïners zijn omgekomen op de eerste dag van de oorlog. Het gaat om zowel burgers als militairen. Meer dan 300 Oekraïners zijn gewond geraakt. Zo kwamen alle 13 grenswachten op een eiland voor de kust van Oekraïne om. Ze wilden zich niet overgeven, waarop ze werden gedood. Ze krijgen postuum een onderscheiding van president Zelensky. En via Giro 999 is inmiddels al 500.000 euro voor Oekraïne opgehaald. Stichting Vluchteling opende dat Giro-nummer om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog. De directeur noemt het aantal donaties hartverwarmend. De hulporganisatie probeert de humanitaire hulp aan mensen die moeten vluchten zo snel mogelijk op te starten. Het Rode Kruis heeft ook een Giro-nummer geopend voor noodhulp. Dat is Giro 5125. Misha. En je luistert naar een speciale aflevering van Misha op NPO Radio 1. Een speciale uitzending in het kader van de oorlog in de Oekraïne. En mijn gast is historicus Maarten van Rossum. En jij kunt al je vragen over deze oorlog aan hem stellen. En doe dat via de Radio 1-app. Er komen heel veel vragen binnen, Maarten. Een vraag van Frans. Hoe komen we met de geringste immateriële of materiële schade tot vrede? Nou, dat heb ik eigenlijk geen idee van. Het is een beetje afwachten hoe die situatie zich ontwikkelt in de Oekraïne. Wanneer die militaire acties tot een einde komen. Of ze überhaupt tot een einde komen. Of als zich misschien weerstand ontwikkelt. Per slotverrekening is de Oekraïne land groter dan Frankrijk. Met tegen de 50 miljoen inwoners. Dus het is heel lastig om te zeggen hoe die situatie verder zal gaan. En ja. Tegelijkertijd moet je zeggen dat wij besloten hebben, het Westen, om het maar even zo te noemen, om op grote schaal zware sancties tegen Poetin af te kondigen. En ik denk ook dat hij internationaal volledig geïsoleerd zal raken. Ja. Behalve misschien bij de Chinese vrienden. Maar nogmaals, die zijn er ook niet echt gelukkig mee, denk ik.
En Ben die vraagt zich af, is het toch niet verstandig om ook militair in te grijpen door de westerse wereld en Amerika? Nee, dat is niet verstandig. Daarmee escaleer je het conflict eigenlijk op een manier waar je enorme risico's gaat lopen die je niet kunt overzien. En het is maar zeer de vraag of je dan de situatie verbetert ten opzichte van de huidige situatie. Dus daar zou ik geen voorstander van zijn. Want Poetin zei in zijn toespraak, als jullie je ermee bemoeien, dan krijgen jullie iets te zien wat in de geschiedenis nog nooit te zien was. Daarmee hint hij toch op kernwapens. Ja, dat zijn wel een beetje Trumpiaanse kletskoekjes dat. Hè? Vreselijke oorlog, alles zal vernietigd worden. Dat moeten we allemaal niet al te serieus nemen, denk ik. Want dat zegt Leo ook. Gaat de NAVO optreden als Litouwen door Rusland overlopen wordt met kernwapens als dreiging? Ja, als Litouwen door het Rode Leger, sorry, dat bestaat niet meer, door het Russische leger onder de voet zou worden gelopen, wat mij buitengewoon onwaarschijnlijk lijkt, dan zal de NATO optreden, zonder meer. Wat de NATO dan precies zal doen, weet ik ook niet, maar dat de NATO omvangrijke militaire actie zal ondernemen, ja. Zou de NATO dat namelijk niet doen, dan ben je dus al je geloofwaardigheid definitief kwijt. En dat zou betekenen dat je verstrekkende gevolgen hebt ten aanzien ook van alle andere NATO-leden die vroeger tot het Sovjet-imperium behoorden. Dat is leuk, een historische vraag van Wil. Kun je aangeven of deze oorlog te vergelijken is met een oorlog in het verleden? Nou, waar het natuurlijk ontzettend aan doet denken is aan de oorlog tegen Georgië. Wat in feite precies dezelfde achtergrond had. In de tijd heeft de jonge Bush, die president was van 2001 tot 2009. Die heeft ooit in een onbewaakt moment gezegd, hij had sowieso een talent om dingen te zeggen die hij beter niet had kunnen zeggen. En hij heeft ooit gezegd van het zou een prima idee zijn om de Oekraïne en Georgië lid van NATO te maken. Daar zag hij wel wat in. En daar heeft eigenlijk Poetin toen heel scherp op gereageerd, dat hij dat absoluut afwees. En toen heeft eigenlijk de toenmalige leider van Georgië, Saakashvili, is nogal provocerend opgetreden. En bovendien was daar voor Poetin een handvat om Georgië aan te pakken, omdat daar twee opstandige republiekjes waren, Ossetië en, god, hoe heette dat andere ding, nog zo'n ding. En die heeft hij gebruikt als opstapje naar een militaire actie tegen Georgië. Waarmee hij ook toen al duidelijk heeft gemaakt, luister eens, dit is volstrekt onacceptabel voor ons. Dit is goed, maar Georgië is een betrekkelijk klein land en het is veel verder weg. En nou, dus dat zijn we eigenlijk grotendeels vergeten. Ja, Ossetië en Abkhazië, dat is het. Kwam er toch nog. Een historische vraag ook van mannen. Is het uitdelen van wapens aan de burgerij iets dat eerder met succes is gedaan? Niet dat ik weet. Laten we zeggen, militaire actie is iets totaal anders dan een schieten met een pistool of een geweer, of desnoods zelfs met een halfautomatisch geweer. Vechten heeft te maken met het concentreren van vuurkracht, van grote vuurkracht op specifieke punten. En goed vechten vraagt een enorm stevige organisatie en discipline. Ja. Dat je uit je dakraam op passerende Russische soldaten gaat schieten is niet verstandig. Bob wil weten, hoe groot acht jij de kans dat Poetin van binnenuit wordt geëlimineerd? Oh, dat is dat ze hem laten struikelen op de trappen ergens in het Kremlin. Dat lijkt mij niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Poetin is niet voor niks een ex-FSB-agent. Ik denk dat Poetin goed op zijn eigen hartje let. Ik denk dat hij een voortreffelijke bewakingscommando erop nahoudt. Dus ik acht die kans niet zo verschrikkelijk groot. Hij heeft wel binnenkort verkiezingen, ik geloof in 24. Ja. Dat zal waarschijnlijk weer slecht gaan, want hij heeft zijn partij heeft zijn populariteit compleet verloren. Hij is wel iets populairder dan zijn partij. Maar ja, hij zal weer alles zetten natuurlijk op nationalistische kletspraat. Waar hij in feite ook de vorige keren steeds mee weg is gekomen. En Tim wil weten, hoeveel mensen staan er eigenlijk om Poetin heen? Is hij een eenling die enkel met macht en angst de boel regeert? Of zit er nog een schil van machtige, slimme mensen om hem heen? Zeker, dat is natuurlijk een zeer omvangrijk apparaat wat door hem aangestuurd wordt. Want er moet natuurlijk toch van alles besloten worden.
Vergeet niet dat de Russische Republiek het grootste land ter wereld. Eigenlijk te groot om behoorlijk te besturen naar mijn idee. Het zou mij ook niet verbazen als het op wat langere termijn gewoon uit elkaar valt. Het lijkt me niet onmogelijk eerlijk gezegd. Maar er is een heel apparaat. Denk aan al die oligarchen. Ik zei niet alleen, Rusland wordt geregeerd door dieven en moordenaars. En de dieven, dat zijn de oligarchen die gigantische hoeveelheden geld wegpompen uit de Russische economie en beleggen in het Westen, gek genoeg. Daar kun je ze treffen. Die kopen dus tientallen appartementen in Manhattan op. Of in Londen. Dat is waar ze maar weer uit blijkt dat ze in feite op de langere termijn geen enkele vertrouwen hebben in de stabiliteit en continuïteit van hun eigen land. En Theo zegt, in de Veiligheidsraad zitten twee mannen waar Poetin naar schijnt te luisteren. Kun je daar iets meer over vertellen? Nee, ik heb geen idee wie er in de Veiligheidsraad zitten. En bovendien denk ik dat die niet zoveel invloed op hem kunnen uitoefenen. Ik denk dat Russische leden van de Veiligheidsraad, ik neem aan de United Nations Veiligheidsraad, als die ooit iets hebben gezegd tegen Poetin, dan toch, joh, wees voorzichtig. Zorg dat je niet het Westen tegen je mobiliseert, wat hij nu uiteindelijk natuurlijk wel gedaan heeft. Vandaar mijn idee dat dit op de middellange termijn bepaald een heel onverstandige operatie is. En Wolter wil weten, zou de huidige situatie nou nog ernstiger zijn als Trump nog president zou zijn? Nee, dat denk ik niet. Het wonderlijke van Trump was dat hij voortdurend zei, ook trouwens zeer recent heeft hij nog gezegd dat Poetin een genie is, zijns inziens. Maar zeg maar, in algemene zin, het veiligheidsapparaat van de Verenigde Staten heeft zich van dit soort van Trumpiaanse uitspraken nooit zo heel veel aangetrokken. Het was al pijnlijk genoeg, hè. Dat is een bekend verhaal van zo'n topconferentie waar hij dan met Poetin heeft gepraat en zei dat hij Poetin meer vertrouwde dan zijn eigen veiligheidsapparaat. Ja, wat moet je van Donald Trump zeggen? Laten we hopen dat hij in godsnaam hopen dat hij struikelt over al die processen die nu tegen hem lopen. Suzanne, die vraagt zich af, welke vragen houden jou nu het meeste bezig als het gaat om de Oekraïne? Nou, wat mij vooral bezighoudt is het de ellende van mensen die toch een aantal jaren gewend zijn geraakt aan een min of meer moderne westerse samenleving. Waar je grote trekken kunt laten doen en laten waar je zelf zin in hebt. En dat onvermijdelijkerwijs, zeker ook zien het bezettingskarakter van deze interventie, dat de Oekraïne opgeslokt wordt door die immense politiestaat die in Rusland in feite is. En dat betekent dat je dus niet meer tegen iedereen kunt zeggen wat je ervan denkt. En dat je, als je cabaretvoorstelling hebt, dat je dat niet meer kunt doen. En dat je kennissenkring opgesloten wordt in gekkenhuizen of in strafkampen. Dat lijkt me iets afschuwelijks. Ik vind ook dat wij een breed welkom moeten uitrollen voor die mensen die geen zin hebben om in die politiestaat hun leven te slijten. Een politiestaat is iets gruwelijks. Niet voor niks is Rusland zo'n mislukt klote land. Dat is omdat het een politiestaat is. Hugo heeft een vraag. Vrees je niet de reactie van Poetin bij een Oekraïns militair succes? Maar ja, hoe groot is die kans op een Oekraïns militair succes? Nee, dat succes zie ik niet zo 1, 2, 3 zitten. Ja. Omdat dat natuurlijk een veel kleiner militair apparaat is. En bovendien de strategische positie heel sterk is van het Russische leger. Want ze kunnen via Wit-Rusland opereren en ze kunnen Kharkov en Kiev liggen in feite heel dicht tegen de Russische grens aan. Dus ja, dat zie ik voorlopig niet. Ik zie veel meer in, laten we zeggen, burgerlijk verzet op de middellange termijn dan in adequaat verzet tegen het militaire optreden nu. En over burgers gesproken, Bokke wil weten of wij als individuen iets kunnen doen. Naar zijn gevoel zitten de Europese landen een beetje in de knel door hun banden met Rusland. En het voelt een beetje alsof we Oekraïne in de steek moeten laten door al die banden. Zouden mensen in plaats van landen iets kunnen doen? Een mooie vraag. Nou, individuen niet zo, denk ik. Feit is wel dat natuurlijk in de afgelopen jaren vrij uitgebreid gewaarschuwd is door tal van strategische denkers. Zorg nou
dat je niet volledig afhankelijk raakt op een aantal wezenlijke terreinen van leveranties uit Rusland. En daar hebben we ons in feite niets van aangetrokken. Zoals zoveel punten natuurlijk in West-Europa toch vaak de meest gemakzuchtige oplossing is gekozen. En als je nou iets kunt doen, dan zou ik zeggen, stem op partijen die kunnen beloven en bovendien dat ze eventueel zouden kunnen waarmaken dat we niet de 40% van ons gas uit Rusland krijgen, maar dat we andere gasleveranciers aanboren. Die zijn er wel, hoor. Want Amerikaans gas is wel een stuk duurder, maar het kan. Want we zijn voor ongeveer 15% afhankelijk van het gas uit Rusland. Nou, ik geloof in heel Europa, voor 40%. Ja, is het veel hoger. Maar in Nederland, de afhankelijkheid van land tot land is heel wisselend. Ja. De afhankelijkheid van Duitsland is enorm. Echt 40%, geloof ik. En de afhankelijkheid van Nederland is iets in orde van 15%. We hebben bovendien nog vrij ruime voorraden, omdat we besloten hebben die in Groningen in de grond te laten zitten. Je zou in nood, zeg ik even bemoedigend tegen de bewoners van Groningen, kijk uit wat je zegt. Zou je een deel daarvan eventueel weer op kunnen pompen. Ik dacht zelfs dat de regering had gezegd, nou misschien net de vorige, dat ze dat in rampzalige omstandigheden niet uitsloten. Eerder heeft Poetin heel duidelijk gezegd, ik ga sowieso niet die gaskraan dichtdraaien. Nee, natuurlijk heeft hij dat gezegd, omdat hij ook de bui wel ziet hangen in de zin dat wij ons dat we die afhankelijkheid zouden kunnen verminderen. Maar ik ben in het algemeen niet erg diep onder de indruk van de daadkracht op een dergelijk punt in de Europese Unie, maar ook niet in Nederland. Thomas die zegt, ja, denk je dat Poetin zich nou bezighoudt met wat de Nederlandse regering van zijn actie vindt? Nee. Of kan hem dat gestolen worden? En zo'n vraag heeft ook... Hij heeft geen idee. Nee, Ferry zegt denk dat zelfs ook. Niet, denk zelfs niet dat hij erover geïnformeerd wordt. Dat zegt Ferry ook. Ik denk ook dat we ons er niet in moeten mengen. We zijn een klein land dat niets voorstelt. We doen ons alleen grote voor. Ik denk echt niet dat Poetin bang wordt van de woorden van Mark Rutte. Nee, hij weet wel wie het is. Want ze hebben getelefoneerd over dat U17 ding. Ja. UH-17. Maar nee, dat interesseert me echt totaal niet. Je moet dat ook realistisch zien. Wij zijn een onderdeel A van de NATO en B van de Europese Unie. En onze reacties zijn een klein deel van de reacties van beide grote institutionele spelers. Je kunt nog steeds je vragen insturen via de gratis Radio 1-app. En dat doen jullie met velen. Dank daarvoor voor al die vragen. Thomas die wil weten. Ja, eerder zei je dat... Sander die zei... eerder zei je dat er geen bedreiging is voor Finland of voor de Baltische Staten. Maar hoe zie jij de situatie van Moldavië voor je? Met zijn zwakke maar westers gerichte regering. Dat weet ik ook niet precies. Ja, ik moet zeggen dat ik over vanwege Moldavië nou niet, dank je, niet echt wakker lig. Maar ik heb nooit gedacht over dit. Dat geldt ook voor dat rare dunne landje wat daarnaast ligt. Daarvoor weet ik er te weinig van om daar iets verstandigs over te zeggen. Ja. Jan wil weten, wat vond je van de speech van Poetin voor de erkenning van de separatiste regio's die erg historisch getint was? Verbazingwekkend. Als ik nou één fout heb gemaakt in de afgelopen dagen, dan zou ik zeggen dat ik die speech van Poetin, die toch op de rand balanceerde van de paranoïde waanzin, dat ik die speech niet serieuzer heb genomen. Daar had je uit kunnen afleiden dat het echt vrij ernstig is met de zonderlinge opvattingen die hij ontwikkeld heeft. Max en Mirjam die willen weten, alle twee eigenlijk, wat zou er nou gebeuren als Poetin weg zou vallen? En Mirjam zegt bijvoorbeeld, als Poetin doodgaat, stopt de oorlog dan meteen? Dat zijn allemaal gezellige optimisten. Poetin is 69 bij mijn weten. Mm. Hij ziet er gezond uit. Ik denk dat hij optimale medische verzorging krijgt. Daar twijfel ik er geen moment aan. Dus ik zou niet te veel zeggen, nou ja, hij gaat toch dood. Dus van, we kunnen voorlopig wel even weer vooruit. Als die dood zou gaan, dat is altijd bij dit soort regimes, één man in feite, waarbij één man al jaren dominant is, dan krijg je altijd langdurige verwarring. Hij wordt opgevolgd door een of andere medewerker. Maar dat vinden de rest vindt dat onacceptabel. En dan krijg je dus in die top krijg je een machtsstrijd. En dat kan jaren duren. Als je kijkt naar de Sovjet-Unie, waar ze vergelijkbare processen hebben voor de aan Stalin gaat dood.
En dan komen Beria, Malenkov, die komen daar aan de leiding. Met ook een zekere rol voor Khrushchev. Eerst wordt Beria gearresteerd en doodgeschoten omdat ze doodsbang voor hem zijn. Dan wordt Malenkov gedegradeerd en tenslotte blijft Khrushchev in zijn eentje over. Dus dat is denk ik de dynamiek van een dergelijke situatie. Maar ja, je zag vandaag wel... In de eerste jaren kun je er niks over zeggen. Maar je zag vandaag wel met die demonstratie in Sint-Petersburg... Ja, dat het de oorlog van Poetin is. En niet zozeer de oorlog van Rusland. Nou, het is de oorlog van de elite in de zin... dat die FSB-elite, naar ik aannemen, er wel achter staat. Ik heb ook al begrepen dat hij het hele apparaat volgepompt heeft... met zijn voormalige collega van de FSB. En... Nogmaals, voor alle duidelijkheid, in feite de Russische Gestapo. Edwin, die zegt, was zonder Poetin deze oorlog ook niet vroeg of laat uitgebroken? Dat is niet te zeggen, omdat ik niet weet wie het alternatief voor Poetin zou zijn geweest. Dat moet je eerst weten... voordat je daarover iets verstandigs zou kunnen zeggen. Ik denk wel dat de Russische Republiek ontzettende pech heeft gehad... dat Yeltsin een voormalige FSB-agent benoemd heeft als minister-president, Poetin. En dat Poetin toch kennelijk een man is die een modus operandi heeft die zeer effectief is. En die heeft natuurlijk dat hele apparaat gevuld met die FSB-agent. En dat zijn mensen met een hele onaangename mentaliteit. Er wordt flink gespeculeerd over Poetin in de Radio 1-app. Dank voor alle reacties. Kas die zegt, is Poetin een gevaarlijke gek... die gewoon als een Russische held de geschiedenis in wil gaan? En Ab die zegt, ja, deze situatie doet sterk denken aan Hitler. Ja, je hebt zo'n bekend idee... dat alle conversaties na een x-aantal minuten uitkomen op Adolf Hitler. Dat is in principe niet verstandig. Daarmee los je namelijk geen enkel probleem op. En stel je met name natuurlijk het Derde Rijk ten voorbeeld aan... in dit geval dan de Russische Republiek. Het Derde Rijk was aanzienlijk erger. En bovendien is er een heel groot verschil tussen het Derde Rijk... en, laten we zeggen, latere landen die alsmaar met het Derde Rijk worden vergeleken. Omdat het Derde Rijk op het moment dat Hitler aan de macht komt... in feite is een beetje de op één na sterkste industriële mogendheid ter wereld was. Natuurlijk de Verenigde Staten. Dus ik ben met die hele vergelijking ben ik niet gelukkig. Nee. Robert die zegt, zet de kachel lager. Ja, Bokke zei dat natuurlijk ook al. Van wat kunnen wij doen als burgers, ja, als individuen? Ik wil heel graag weten hoe oud Robert is. Kijk, als je 18 bent, trek je een extra tui aan en nergens last van. Maar mijn vrouw en ik zijn allebei hoogbejaard. En ik kan Robert verzekeren dat de regulering van de menselijke lichaamstemperatuur met het ouder worden slechter wordt. Dus je hebt het gouden warm en je hebt het gouden koud. Dus Robert kan met zijn trui de pot op. Ik stook gewoon 20 graden thuis. Een interessante vraag van Barry. Denk je dat corona een oorzaak kan zijn geweest... voor de toegenomen paranoia van Poetin? Ja, dat zegt men. Maar dat is lastig te bewijzen natuurlijk of dat zo is... Hij scheen enorm bang te zijn geweest dat hij het zou krijgen... en allerlei mensen op enorme afstanden te houden. Ik begreep ook dat die idiote tafels die we te zien kregen... daar ook iets mee van doen had. Mm. Maar dat kunnen we natuurlijk niet bewijzen. Hij zou geïsoleerd zijn geraakt, eenzaam in dat achterlijke... met goud behangen paleis vallen. Waarom die lui ook zo'n ontzettend slechte smaak hebben... dat het echt van een diepe kermisachtige treurigheid is allemaal... Ook met die lui, die soldaten in uniformen die daar rondhangen... dat je denkt, grote god nog en toe. Wat een infantiel gedoe is dat kennelijk ook nog. Dus we weten dat niet. Dat is een veronderstelling die uit betrekkelijk kleine kring... heb ik begrepen, in Moskou afkomstig is. Job die zegt, kan Turkije niet een wellicht onverwachte rol gaan spelen... om als een soort bemiddelaar te gaan fungeren... tussen Oekraïne, Rusland en Europa? Nou, dat denk ik niet. Als ik nou in één iemand geen enkel vertrouwen heb... is het wel aan Erdogan. Die natuurlijk in allerlei opzichten ook een halve garen psychopaat is... als ik zo vrij mag zijn. Het wel, misschien dat ik het iets te sterk aanzet. Maar bovendien, ja, wat zou Turkije moeten doen? De Bosporus afsluiten of zo?
Ik geloof wel dat hij opgeroepen is. Wel, Erdogan heeft de zaak wel kritisch behandeld. Hij vond het onacceptabel en kon zo niet. En het verstoorde de stabiliteit in de regio enzovoort. Maar ik geloof niet dat Erdogan de man is om met Poetin te gaan praten. Bovendien valt er voorlopig helemaal niks te praten. Je kunt pas weer gaan praten wanneer de positie van Rusland om wat voor reden dan ook zwakker begint te worden. Ja. Dus dat is nu tussen 0 en 5 jaar. Durf je nog wel voorspellingen te doen? Nou, ik heb gisteren natuurlijk wel een wijze les geleerd. Vaak genoeg heb ik gezegd dat eigenlijk is niet zo makkelijk als de toekomst te voorspellen als het verleden tijd is geworden. Dat is een bekende uitspraak. Aan de andere kant, je wordt uitgenodigd voor die programma's om een enigszins redelijke analyse ten beste te geven van hoe het eruit ziet. En die analyse is zoveel mogelijk gebaseerd op feitenkennis en op een analytische benadering van het probleem. En dan kan het dus voorkomen dat je geen gelijk krijgt van de toekomst, om het maar even zo te zeggen. Dat dan vervolgens grote hoeveelheden twitteraars te claimen dat zij dat natuurlijk allemaal aan hebben zien komen. En bovendien met enige regelmaat telefoneren met Poetin. Dat vind ik niet zo verschrikkelijk erg. Nogmaals, het is jouw taak om te speculeren. Maar ja, als je dus nu zou speculeren van hoe gaat zich dit verder ontwikkelen? Daar durf ik niks van te zeggen. Ik denk dat voorlopig het Russische leger wel successen zal boeken. We moeten eens even afwachten hoe de tegenstand van het Oekraïense leger georganiseerd is. Het kan vrij spectaculair succesvol zijn. Het kan ook enorm tegenvallen, maar dat kunnen we op dit moment niks over zeggen. En Tumba die zegt, als Poetin nou een buffer wou tussen Rusland en de NAVO-landen, waarom haalt hij nu zelf die buffer weg? Ja, dat is een heel interessante vraag. Kennelijk wil hij helemaal geen buffer. En moeten we toch concluderen dat zijn de twee overwegende argumenten van Poetin zijn. Naar mijn idee, A, de Oekraïne hoort bij Rusland. Hoe je het ook wendt of keert, de Oekraïne hoort al sinds de 18e eeuw bij Rusland. En dat hij nu zelfstandig is, dat is door de loop der dingen bewerkstelligd. Maar eigenlijk had dat nooit moeten gebeuren. En ik zelf denk, dat is ook een belangrijke verklaring, die ook door talloze mensen gegeven is, dat hij bang is voor de democratie. In die zin dat als de Oekraïne zou bewijzen dat een democratie in feite veel succesvoller is, ook bij het mobiliseren van het economisch potentieel, dat natuurlijk een hele onaangename slagschaduw werpt over Rusland. Wat nogmaals een wrak is economisch. Nou, een wrak, laten we het anders zeggen, het is een dwerg. Als je denkt hoe groot het land is, wat de potentiële hulpbronnen van dat land zijn, het is een relatief hoog opgeleide bevolking, dan is het wel enorm triest om te zien hoe weinig daaruit komt. Maar ja, dan zou je dus kunnen redeneren, als je dan financiële sancties gaat opleggen, dan heeft dat effect, toch? Dat zal zeker effect hebben. Maar ja, zoals ons door tal van mensen is uitgelegd, Poetin heeft een spaarpot van $650 miljard. Daar kun je wel even mee voort, zeker met een dwergachtige economie. Een vraag van Casper. Gaat Biden grote legeronderdelen naar Europa verplaatsen? Wat denk je? Ja, dat kan hij doen, maar dat lijkt me zonde van de transportkosten, eerlijk gezegd. Maar waarom zou je... En hij heeft al een paar duizend man naar Oost-Europa gestuurd. Dat moet je zien als symbolische actie. Kijk, als het op enige wijze ervan komt dat Russische soldaten op grote schaal vechten met Amerikaanse soldaten, nou, dan zijn de rapen echt gaar. Nog eventjes een opmerking van Michel over het gas. Zoveel mogelijk omschakelen naar elektrisch koken en met elektrische kachels verwarmen. En op die manier richting de 40% op gas besparen. En dan gewoon van het Russische gas af. Hoe dacht die jongen of meisje, dat weet ik niet, dat we aan die elektriciteit zouden komen? Je zult, als je op elektriciteit kookt, zul je ergens elektriciteit op moeten wekken. En elektriciteit opwekken, dat is nou juist het probleem waar we mee zitten. Ja. Thomas, die zegt... Nou ja, we hebben misschien dan molens en zo, dat is mogelijk. Maar tot op heden, daar gaat toch wel wat tijd overheen voordat we... Dus dat is niet zo simpel. Nee. Ik denk dat je er verstandig aan doet ook, laten we zeggen, gasleveranties van elders te mobiliseren.
Thomas die zegt, denk je dat Poetin de Dnieper als een geschikte natuurlijke grens ziet? Dat hij wellicht probeert om de grens tot daar te trekken? Nou nee, want dan zou hij niet aan de westkant van de Dnieper hebben geopereerd. En uit alles is ons gebleken dat zelfs in Lviv het Russische leger actief heeft geopereerd. En dat ligt helemaal in de westkant van de Oekraïne. En dat is natuurlijk, kijk, de westkant van de Oekraïne is in zoverre wel een interessant gebied, dat het helemaal niet traditioneel tot Rusland heeft behoord, maar tot alle mogelijke landen heeft behoord. Tot Polen, tot Oostenrijk, Hongarije, nou van alles en nog wat. Ik heb wel zo'n staatje gezien dat iemand die in vroeger heette Liv Lemberg, dat iemand die in Lemberg was geboren, echt in 3 of 4 nationaliteiten versleten heeft zonder te verhuizen. Een vraag van Henk. Poetin zegt dat het een vredesmissie is. Wat nou als we in dat idee meegaan en onze troepen aanbieden om die vredesmissie te ondersteunen? Vind ik een interessante gedachte. Ja, die zal van harte worden afgewezen, denk ik. Robert die zegt, Poetin noemt Oekraïne een creatie van Lenin. Hoe zit dat in elkaar? Nou, omdat de Bolsjewieken zijn begonnen met die Oekraïense republiek. En de Sovjet-Unie was natuurlijk een federatie van een hele reeks van republieken die zogenaamd zelfstandig waren, maar natuurlijk eigenlijk niet zelfstandig waren. Maar ik dacht dat ook lang daarvoor al de Oekraïne toch wel iets anders is dan, laten we zeggen, het gebied rond Moskou, bijvoorbeeld. Ja, nog tot slot, Cassie zegt, wil Poetin niet gewoon de NAVO uit de tent lokken en in een oorlog trekken? Nee, daar geloof ik niks van. Ik denk wel degelijk dat die denkt daar vanuit Russisch perspectief. Dankjewel, Maarten van Rossum, dat je mijn gast wilde zijn. En blijkbaar zijn er nog steeds heel veel mensen die